Goed. Dus hoe gaan we dat nu gaan exporteren? Exporteren moeten we op twee manieren doen. We moeten de audio exporteren en we moeten de video exporteren. Video exporteren... Charissa, wil je even wachten? Video exporteren gebeurt via de Siphon Recorder. En de Siphon Recorder, dat is eigenlijk een systeem om schermbewegingen en zo op te nemen. In de software zit er een Siphon Output. Die heb ik hier al op de master track gestoken. Dus als ik dat even terug weg doe. Ik ga hier naar de master track. Die in output hebben jullie al. Ik ga nu eventjes naar de Siphon Output. En die ook aanduiden. Ja. Dat is nodig. Waarom? Omdat we een Siphon Recorder gaan gebruiken. En een Siphon Recorder, die heb ik hier al op zitten. Maar bij de meeste had dat ook al... gisteren hebben we dat ook al gedaan. En de vijfde en zesde hebben dat ook al gedaan. Dat noemt hier zo. Dus als je het even hier... zoekt, SYP, dan gaat het dat zeker tegenkomen. Siphon Recorder. En het moment dat die opstaat, ja, dan zie je hier dat die eigenlijk beeld aan het krijgen is vanuit Ableton. Omdat ik dat hier in Ableton verteld heb, van kijk, stuurt dat beeld ook maar naar een Siphon Recorder. Op dit moment is dat zwart. Ik zie dat ook hier, dat dat zwart is. Maar als ik hier eventjes op play duw, dan dacht ik dat het toch beeld... Dat zijn drie onnozele dingen, gewoon voor dat nu even te demonstreren. Als we natuurlijk dat willen opnemen, dan moeten we subiet hier op die Siphon Recorder op record duwen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Ja? En wat moeten we ook vooral doen? We moeten er ook vooral voor zorgen dat we in deze view van Ableton, ik ga even hier een browser wegdoen, in deze view in Ableton, dat noemen ze de arrangement view, dat we in deze view ook dingen kunnen gaan opnemen. Van mij is dat nu even niet te zien. Ik ga dat hier allemaal eventjes wegdoen. Ja? Ik doe hier helemaal aan het begin. Wat dat we hier allemaal doen, wat dat we in deze view allemaal doen, moeten we ook in audio opnemen in deze view. Dus in die lange, of in die tijdslijn view. Ja? Makkelijkst van al is dat je gewoon ervoor zorgt dat je gewoon hier op play record duwt. Voilà, je is al bezig. Ik ga ook naar mijn Siphon Recorder. Die is ook bezig. Nu is hem ook aan het recorden. Ja, is bezig. Hier ook. Ja, ik zie dat hem aan het lopen is en aan het recorden. En ik begin te duwen hierop op het eerste. Ik ga ook mijn Siphon Recorder nu stoppen. Stop recording. En dan gaat je zien dat ik een film gemaakt heb van alles wat ik in Ableton gemaakt heb. Ja? Hij gaat dat voor mij helemaal eventjes converteren naar een moviebestand. En nu kan ik dat afspelen. Maar je gaat direct merken. Dus dit is hetgeen dat ik kan afspelen. Ja, dat is mijn beeld. Dan in een bepaald moment gaat dat verder naar dat ander. Ja. En nu gaat het naar hier en zo verder en zo verder. Ja. Dus dat lijkt mij wel redelijk logisch hetgeen dat ik gedaan heb, maar er zit daar geen audio op. Wat moeten we doen met onze audio? Moeten we juist hetzelfde doen. We moeten dat ook nog eventjes exporteren. En dat is niet moeilijk. Dan moeten we gewoon zorgen dat dit terug eventjes afstaat, dat we daar aan kunnen.
Ja? En ik wil exporteren van het begin van mijn audio tot aan het einde van mijn audio. Ja? Zodanig dat al de bewegingen in audio, dat die ook hetzelfde zijn als al de bewegingen in de video. En dan moeten we gewoon achteraf die twee dingen in Premiere of in iMovie gewoon samenzetten. En dan hebben we een afgewerkte video in combinatie met de afgewerkte audio. Ja? En uw videoclip is op dat moment eigenlijk klaar. Wat moet ik doen voor dat exporteren? Ik moet gewoon hier die markers zetten. Ik heb dat net gedaan. Je gaat naar File, Export Audio. Wat wil ik exporteren met een master? Die begint aan 12 en die eindigt aan 31. Dat klopt ongeveer. Ja. Of 31 maten verder gaat hij stoppen daarmee. Ik zeg gewoon dat de video moet niet gecreëerd worden. Ook geen gewoon een WAV-file. Ik exporteer dat. Voilà, export test. En als ik nu eventjes daar naartoe ga. Dan is dat hier mijn audio dat ik heb geëxporteerd. Ja. Dat is net hetgene dat we geëxporteerd hebben. En nu doe je gewoon heel simpel Premiere open. Ja, maar mijn verwonde vinger is niet gemakkelijk voor... Premiere open en dan zetten dat inderdaad gewoon, gesleept die twee bestanden bij elkaar. Hey, dat is hier mijn export test en dat is hier mijn video export test. Ik ga dat hier ook export test noemen. Premiere is nog aan het openen. En dan zetten die twee dingen gewoon bij elkaar. Heel simpel, je zorgt gewoon dat de twee starten correct zijn. En meer dan dat is er niet nodig en je exporteert vanuit Premiere en hebt uw eigen film. Ja? Moeilijker dan dat is het eigenlijk niet. Maar Premiere is lastig aan het doen voor open te gaan. Oké, is dat wat duidelijk voor iedereen?